Aanslag op vrijheid. Zo luidde de kop van morgen in het Noord-Hollands Dagblad. De beelden van de afschuwelijke aanslag van gisteren staan in mijn geheugen gegrift. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun geliefden. Zelf kreeg ik heb het nog even nagekeken, om 13:22 een sms'je van mijn zoon. Aanslag in Parijs. Tot nu toe 11 doden en zwaar gewonden. Ik sms'te terug. Wat erg. Maar na het zien van de beelden sloeg de schrik mij om het hart. Waar gaat dit naartoe?